Waar is dat feestje? Hier is dat feestje. Waar is dat feestje? Hier is dat feestje. Koud. Is het nog? Ik heb het ook koud. Hey Mees. Hey. Goedemorgen. Wat een idee van Myron, hè? Ja. Oh my god. Het is wel koud. Niet normaal. Hoe laat is het? Half zeven. Oh my god. Ja, voor mij is het helemaal. Wij liggen natuurlijk met z'n tweeën. Ligt gewoon lekker tegen elkaar aan. En Lars en Nicole, oma, hij ligt in zijn eentje. Dat is echt heel koud. Ja. Kijk, als je nou slaapzak had, dan was het nog wel te doen, denk ik. Maar met je gewoon een normale deken, dan is het al een stuk kouder. Hoe lang ben je al hier binnen? Een half uur of zo. Ja, zie je, dat dacht ik al. Ik hoorde een tent opengaan aan de overkant. Hey, Makia. Hey, hallo. Hey. Goedemorgen. Oh. Goedemorgen. Gelukkig heb je net geplast, anders had je nu in je broek geplast. Ja, dat denk ik ook. Zo. Ja, hallo dames en heren. Superleuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik zal jullie eventjes laten zien hoe de camping er nu uitziet. Ik ga naar buiten lopen. Het is prachtig weer. Maar wat was het verschrikkelijk koud vannacht. Oh mijn god. Echt niet te doen. Echt niet te doen. Ik denk bijna elke 5 minuten wakker geworden. Ja, dat is onzin. Dat is echt onzin. Want ik sliep naast jou en jij hebt echt al lang geslapen. Ik zeg, ik denk bijna elke 5 minuten wakker geworden. Nee, leugenaar. Nee, sowieso niet. Want dan, had ik ook wel meer, dan had ik ook wel meer wakker. Dankjewel Nicole. Voor mijn gevoel bijna elke 5 minuten wakker geworden. Gelukkig nog een vrouw die me begrijpt. Hier, maar goed, wij hebben allemaal verspild, want wij hebben hier gewoon de hele tijd geslapen buiten en ik werd vanochtend wakker en alle tenten waren leeg. Ja. Nou, we deden gelukkig geen wedstrijdje, maar klopt wel. Ik ging ongeveer wakker worden om iets van 4 uur. En 5 over 4, 10 over 4. Juist Nicole, jij begrijpt mij. Hoe laat ging jij eruit, Mees? 6 uur. Toen hoorde ik aan de overkant de rits en die hoorde ik 1 keer, niet 2 keer. Dus toen wist ik, ah, daar is iemand weg. En ik had al zo'n gevoel dat het Mees was. En toen daarna werd ik wakker, ik moest plassen. En toen zei maar, wat ga je doen? Ik zei, ik ga plassen en dan ga ik op de bank liggen, want ik hou het niet meer vol. En dat was, hoe laat? 6:30. 6:30. En toen, vanaf dat moment, zijn we gewoon lekker op de bank gaan liggen. En nu is het 11:45. Marvin die is 1/2 uur geleden even naar de McDonald's gegaan. Die heeft ontbijtje gehad. Ze hadden niks meer bij de McDonald's. Ze hadden niks meer? Ze zijn naar de Plus geweest.
Oh, naar de supermarkt. Oh, nou, croissantjes, meloen, kipfilet, bolletjes, cappuccino. Super nice. Dankjewel, heel erg lief. Goed gefixt. Dus ja, dit is de camping in de ochtend. Het was echt een geniaal idee om te gaan kamperen. Alleen we hadden ons veel beter moeten voorbereiden op de kou. Want jeetje mina. Ik heb me echt best wel veel getrild, zeg maar, van de kou. En de luchtbed is wel even wennen. Dat heb ik echt... Vanavond weer, toch? Vanavond weer? Dan beter klinkt. Ja, vanavond weer thuis bedoel je? Nee, vanavond weer. Alleen dan in Frankrijk. Alleen dan in Frankrijk. Ja, waar het 30 graden is. Wil je ook nog iets schokkends zien? Iets schokkends? Ja, kijk eens die kant op. Hé! Hey. Huh? Huh? Hebben jullie die opgehaald? Nee. Oh mijn god. Oh mijn god. De eend. De eend is weer terug. Voor de mensen die het gemist hebben. Dit is wat er gisteren gebeurde met de eend. 3, 2, 1. Oh, joh. Ik heb hem. Goed zo. Nou, nu Milan. 5, 4, 3, 2, 1. Nee, ik heb ook koffie. Ik heb ook. Hoe kan ik het ooit vallen met koffie in mijn mobiel? Je deed hem wel op je hoofd. Ja, hij ging er zo mooi zoals hoedjes op. Ja, als ik hem op mijn hoofd doe, dan kan ik hem daarna vangen. Nou, wat vind je van de camping verder? Ja, goed man. Echt. Heel gezellig. Ja, echt chill hoor, dat we hier mochten kamperen. Ja, joh, altijd welkom. Mees en Lars zijn net naar huis. Maar dit is er nog van over, zeg maar. Ik heb ze zien wegrijden net, ja. Ja, dus... Net te laat, want ze hebben de toeristenbelasting niet betaald. Oh, dan moeten wij dat natuurlijk weer betalen voor hun. Dat zou ik wel doen. Komt goed. We waren de plus 2, toch? Kinderen zijn gratis op zich, dus dat mag ook wel... Marvin, wat ga je nou allemaal doen? Myron die heeft echt mega veel energie. Ik weet niet waar ze het vandaan haalt. Ik heb altijd energie. Even een beetje schoonmaken. Komt die? Nee. Wat ga je daarmee doen? Die gaan we over de heg gooien. Naar de buren, net als de eend. 3, 2, 1. Ik heb hem. Wil jij vangen? Ja. Oh nee, waarom is dat zo hoog? Ja, zo hoog. Dan kan ik hem toch niet vangen? Tuurlijk wel, gewoon boven je hoofd. Ja, en dan knapt hij. Ja, dat is de bedoeling, nee, toch? Nee, niet boven je hoofd. Zo hoog gooien. Wow, oké. Niet zo hoog. Die goed? Ja. Wow, hij heeft helemaal zo'n slurf. Kijk. Oei. Die dan kwam. Die was goed, hè? Jij gooit ook een beetje stroom. Hij heeft ook zo'n lekker tuutje hier. Gaat iemand nat worden? Oh, die gooide al wat hoger, hè? Richting je gezicht. Ik denk dat jullie wat verder uit elkaar moeten staan. Nou, deze gaat best lang mee, want dit is gewoon een normale ballon. Dus geen waterballon. Oh, jij doet... Ja. Potverdomme, ik zit hier toch ook, jongen? A few moments later. Zo, dames en heren. Hebben we alles weer netjes achtergelaten. Zoals jullie zien. Deze tent is weg. Die tent is weg. We hebben de grasmat die we dus gisteren bij de camping hadden gelegd, hebben we nu hier aan de achterkant van Milan. En Milan die heeft zelf ook nog een grasmat. Wow, twee. Sick. Ja, dus die zijn mooier zelfs. Neerleggen. Nou, hier. Nou, twee verschillende kleuren ook nog eens. Dat is top. Nou, dat is helemaal tof zo, toch? We hebben nog een upgrade van je tuin ook. Ja, lekker joh. Beetje gras erbij. En hier kan je... Ja. Het klinkt wel lekker als je zo springt. Je hoort daar zo... Spring eens. Het klinkt wel lekker, vind ik. Heerlijk. Nou, top. Alles wel opgeruimd. Huisbaas, campingbaas, Knol. Was me een genoegen. Dankjewel. Was me een genoegen. Super chill. Heel fijn. Nou, toeristenbelasting, alles geregeld. Heel erg bedankt. Heel erg bedankt. Ja, graag gedaan. Tot volgend jaar met mooi weer. Ja, super. Gaan we er vandoor. We gaan wel via binnen. Nu is de vraag... Gaan we nog een keertje kamperen bij Milan? Ja, vanavond. Nee, voorlopig niet. Oh.
Nee, voorlopig niet. Vond je het zo leuk? Ja, ik vond het echt leuk. Ik vond het ook leuk. Ja, ik vond het ook superleuk. Alleen, ik heb gewoon echt zo shit geslapen. Ja, dan moet je gewoon warmere kleren aan. Ook in de woonkamer kamperen. In de woonkamer. Ja, zetten we die tent op in de woonkamer. Ja, dan was z'n vijf in die tent. Dat lijkt me echt leuk. Het was wel echt super gezellig. Echt super gezellig. En ondanks dat Milan gisteren niet helemaal blij was met de verrassing dat we kwamen kamperen, is het toch allemaal gelukt. Ja, vond hij het uiteindelijk toch wel gezellig. Ja, uiteindelijk vond hij het toch wel leuk. Helemaal top. Duimpje omhoog voor de kampeersessie. Dan moet ik eigenlijk met deze doen. Staat er nog een beetje op. Jeetje, Mina. We gaan een strand bouwen. Oh mijn god. Jullie... Ja, met z'n leuke spelletjes. En dit zwembad is nog groter. Jullie maken gewoon geen grapje. Jullie hebben het nog echt gedaan ook. Ja, parasol, grote handdoek en allemaal leuke spelletjes. Dus we gaan straks naar het strand, ja? Ja, top. Nou, super. Myron die zei net bij Milan van ja, we kunnen wel een keertje een strand maken bij Milan. En dan doen we een parasol en dan lijkt het net alsof we bij het strand zijn. Dan kopen we ook een zwembad, zetten we die ook in de tuin. Ik haal heel even een broodje kip hier. Myron en Nicole die gaan naar zo'n winkel hier om de hoek. En ze komen terug met echt allemaal strandspullen. Wil je mijn favoriet zien? Is dit je favoriet? Wou je dat is vroeger dat? Ook altijd? Dat had ik vroeger nooit van mijn moeder, dus dat heb ik hem gekocht. Met van die sluisjes en zo, dat is zo leuk. Wat? Gaaf hè? Oké. Okay. Nou, top. Super, wordt helemaal wel leuk dit. Ik denk dat Milan dit ook heel leuk vindt. Ja, dat denk ik ook wel. Weet je wat we ook hebben gehad? Ja, het is ook echt warm. Het is... Ja, wow. Hij zegt hier, maar 32 graden. Ja, het is echt heel warm. Maar we moeten wel een beetje warm water bij doen. Maar morgen wordt het ook weer 23 graden. Oké. Dus dan kunnen we morgen weer in het zwembad. Ja, je moet er maar het beste van maken, mensen. Oké, nou, dan gaan we. En we hebben... We gaan eerst even de broodje kip brengen thuis bij de boys. Ja, ja, ja. En we hebben ook waterballonnen die je dan zo opklikt en dan heb je in één keer 30 waterballonnen. Oh, dat is nice. En daar hebben we 3 van gekocht. Sick. Dus we hebben 90 waterballonnen. Dat is nice. We hebben hier allemaal lekker een broodje kipsaté. Heerlijk. Of nou, kipsaté. Dit is met mayo, dit is met hete saus. Ja, lekker. Even lekker smikkelen. En dan zijn we heel eventjes hier binnen, waar het ook wel warm is trouwens. En dan gaan we straks weer lekker naar Milan toe. Hij weet het alleen zelf nog niet. Welkom, welkom bij de drie biertjes. Welkom, welkom, we hebben een plezier. Welkom, welkom. Jij schrok je dood. Tot dan zijn fan. Wie kent dit? Je bent een klungel in de jungle als je niets van dieren kent. Je moet goed kijken waar je loopt of je stapt op een serpent. Serpent. Een slang. Want er zijn zo van die beesten die je liever niet ontmoet. Zullen we naar boven met de lift en naar je laten staan? Ja, ze zingt iets wat wij niet kennen, maar misschien een van jullie thuis wel. We staan voor het huis van Milan en ik heb hem even een appje gestuurd. Ik heb gezegd, yo bro, we zijn even wat vergeten, komen we zo ophalen, ja? Alweer, net als de vorige keer. Ja, net als de vorige keer. Maar hij heeft geen idee dat we gewoon een paar uurtjes lekker gaan klooien in zijn achtertuin. Lekker zwemmen. En hij mag meedoen. Ja. Hij moet meedoen, anders gooien we hem er gewoon in. Ja, anders gooien we hem gewoon in het water. Oké, laten we eens de achterbak leeghalen. Waar is dat feestje? Hier is dat feestje. Waar is dat feestje? Hier is dat feestje. Bij. Lekker hoor. Ja. Je bent in de mood, hé bro. Wij ook. Nou, ik ben in de mood om hier te blijven liggen. Je hoeft ook niks te doen. Wij gaan dat opzetten. We hebben een zwembad gekocht. Die heb ik al. Ja, maar eentje die we ook echt kunnen vullen waar we in kunnen zwemmen. Oh. En we hebben allemaal speeltjes. En kijk, een hier. Een laserbaan. Hier, kijk. We hebben een octopus. Oh, deze heb ik een keer gezien op zo'n reclame. Dat is toch geniaal? Hier, kijk, die kinderen spelen hier. Oh, wat cute. Is toch leuk? Wow, je hebt de Afrikaanse alligator gekocht. Wow, wat sick. Wat als we hier nou cola in doen, dan kunnen we drinken. Jongen, dan ga je plakken en dan komen wespen of af. Oh ja, en dan moeten we iets anders erin doen. Nee, komt goed. We gaan net allemaal fixen, joh. Blijf jij lekker liggen. Nou, dit wordt hartstikke helemaal top. Nou, het zwembad wordt opgeblazen. Dit is helemaal top. Parasolletje erbij. Het eerste beetje water gaat erin. Maar ja, dit is natuurlijk kraanwater, dus dat is echt ijskoud. Dus
dus gaan we een paar keer lopen met warm water. Ja, dat lijkt me wel handig. Anders is het echt niet te doen. Sowieso, voor de mensen die hierin gaan, ik denk niet dat iedereen dat gaat doen, maar voor de mensen die erin gaan, Nicole schudt al nee. Voor de mensen die erin gaan, wordt het echt heel koud. Doordat we hier de hele tijd aan het vullen zijn met z'n tweeën, is het bad sowieso warmer dan normaal. Want we hebben gewoon de hele tijd heet water. En dat doen we constant. Dus sinds het moment dat we koud water erin doen, doen we ook al warm water erbij. Dus dan is het sowieso veel aangenamer. Bijna. Nou. Hij is daar over de rand, aan die kant. Hij staat een beetje scheef. Ja, klopt. Maar het is serieus echt niet verkeerd. Oké, nice. We gaan straks in één keer een duikje doen. Ja, sowieso. Jij ook helemaal blij met je speeltje? Ja. Wat is dit eigenlijk? Want je hebt hier twee sluizen. Ja, dan kan je zo, als het water vol genoeg is, kan je zo. Oh, en dan gaat het water stromen. Laat het straks maar zien. Ja, laat het straks maar zien. Ik begrijp er nog niet zoveel van. Daar gaat mijn laatste emmer voor het zwembad. En dan ben ik klaar. Hoppakee. Die is ook weer gevuld. Hij zit echt wel goed vol hoor. Ze hebben echt lang mee bezig geweest. Volgens mij bijna een uur. Als het goed is, komt Myra nu nog eventjes met het allerlaatste pannetje. En dan zijn we klaar. Yay! Hoppakee. Nou, kunnen we die kraan ook uitzetten. Dan kunnen we meteen hier laten zien wat voor vets we nog meer hebben gehaald. Als we deze namelijk eraf halen, kijk, dan kunnen we deze erop draaien. En dit zijn al kant-en-klare waterballonnen. Dit is echt serieus geniaal. Maar dan moeten we deze ook weer even eraf draaien. Ik ben heel benieuwd naar dit. Ik ben hier ook heel benieuwd naar. Heb je dit ooit eerder gedaan? Ja, volgens mij wel, maar dat is echt lang geleden. Oké, we draaien deze erop. Daar gaat hij, moment van de waarheid. Maar hoe groot moeten ze? Oeh, kijk. Hoppakee, dit werkt. Het werkt echt super goed. Volgens mij moeten we hier een emmer onder doen. En dan vallen ze er automatisch af of zo? Ja, als ze vol genoeg zijn, dan vallen ze eraf. En dan ja, heb je waterballonnen. Kijk, doe deze onder. Oké. Komt hij, ja? Ja. Oké, ik zet de kraan iets harder, ja? Ze moeten er vanzelf afvallen. Volgens mij gaat het elk moment gebeuren. Ja, kijk, daar ging er een. Ik hoorde hem vallen. Uh-huh. Ik heb het gevoel dat hij nu ook gewoon leegloopt. Oh, nog één. Ja, nog één. Ja, daar gaan ze. Oh. Nou, dan kunnen we misschien die laatste wel zelf aftrekken zo. Ja, dan kijk. Moet je dat elastiekje een beetje terugschuiven. Deze. Nou, er zit nog eentje op, zoals jullie zien. We kunnen deze gewoon weer afdraaien. Nou, op zich werkt dat aardig goed, zo te zien. Het gaat in ieder geval sneller als je één voor één doet. En we hebben er hier nog meer. We hebben hier namelijk nog twee andere kleuren. We hebben hier nog oranje en we hebben hier nog geel. Dus die ga ik ook eventjes fixen. Nou, daar gaan we. Met geel. Het is wel echt geniaal hoor, dit. Ja, echt zo slim. Ik vind het een goede uitvinding. Ja, ze vallen uiteindelijk natuurlijk door dat gewicht. Kijk, er gaat er al één. Nu gaan ze vallen. Oh ja, hier hop. Hop. Wow. Oh, deze ging goed. Ja, deze ging veel beter. Nu moeten we denk ik gewoon stoppen. En dan de laatste gewoon zelf te aftrekken. Dus ik dacht, hoe kan al dat water erbij komen? Maar er komt natuurlijk nog steeds water door die rietjes als ze eraf gevallen zijn. Ja, klopt. Nou, halen we deze er weer af. Echt ideaal. Nou, dan hebben we hier de laatste kleur, oranje. Die gaan we ook gewoon even full speed opengooien. Hoppakee. Ja. Wow. Zo, laatste weer eraf trekken. Nou, dan haal ik deze er weer af. Hoppakee. Nou, we hebben deze drie kleuren gedaan. En dat zit hier allemaal in het badje. Deze is er nog bij. Yeah. Nice. Hij is echt goed gevuld hoor. Ja, echt leuk. En dan moeten we deze nu even vullen, waar we onze voeten in doen, voordat we het zwembadje ingaan. Juist. Want anders dan komt het zwembadje helemaal vol met zand. Slang kunnen we er ook uithalen. En ik heb de thermometer erin gehangen. Goeie, heel slim.
kunnen we met deze kunnen we kijken straks hoe warm of hoe koud het is. Hij staat nu op 25 graden. Aan jou de eer om de eerste duik te nemen. Kan ik hem duiken in? Oh, er zit een vlieg daar. Nou, zal ik die even eruit halen? Oh, het water is echt lekker, hé. Onder water in één keer? Ja, je moet niet duiken. Pas op voor je hoofd. Het is helemaal niet zo diep. Oké, dus gewoon instappen en dan inzitten en dan zo. Ja, ik heb iets in mijn hoofd wat ik ga doen, maar jij mag zelf ook bepalen. Oh, lekker! Heerlijk hoor. Het is serieus lekker. Ja? Ja, het is echt lekker. Het is niet ijskoud. Nee, het is wel goeie. Nice. Nou, dan ga ik er ook in. Oké, dan is het tijd om in het water te gaan. Gooi dan. Oh, hij bleef heel. Ah, die bleef niet heel. Oké, ga er maar in. Ja? Ja. Hé, hey, je bent op tijd. Trek je zwembroekje maar aan hoor. Ja hoor. Wil je even mijn mooie duik zien? Komt die hele mooie duik. Waar zit die water onder? Nou, dat is leuk. Kunnen is leuk. We af en toe kun je dit doen? Eentje pakken. Nee. We kunnen eentje gooien. Ah, oh, dat is een hele waterballon onder de muur. Nee, niet er terug in. Er zit toch zand aan. Oh ja, er is toch zand. Kun je het gewoon niet doen. Op Milan, pak. Oh, ja, op Milan. Op Milan. Hé, hey, stop. Bam. Ik heb nog een zwembroek aan. Stop. Doe het een zwembroek aan. Vang hem dan. Ja. Vang hem. Es. Oh. Ik wil dit niet. Stop. Milan, doe je zwembroek aan dan. Doe je zwembroek aan dan. Hey. Gooi maar op hem hoor, Myron. Oh, oh, nu mag je helemaal op hem gooien. Oh, die was al over me. Oh, pak hem. Myron, pak hem. Oh. Ik moet even de zwembroek aan doen. Ik heb een mobiel in mijn. Zo, die ontweek je wel heel mooi. Myron, je moet wel beter mikken hoor. Nou, ik gooi hem wel goed, alleen hij ontwijkt. Ik ga even. Zo, hij ontwijkt ze allemaal! Dan ben je een soort Matrix of zo. Ja. Zwembroekje aan doen, ja. Hij is echt lekker warm. Gooi nog eentje. Die mis je toch? Oeh, die mis je toch, zegt hij. Oh! Oh. Water! Oké, okay, ik kom er weer bij, het is lekker. Oh, het is serieus echt niet zo koud. Nee. I feel good. Ja, gaat wel. Gebroken neus door waterballon. Jong leren. Oké, ik ga hem. Oh ja, jong leren. Tuurlijk, jong leren. Wow, dat is moeilijk. Glad. Dat is heel glad. Ah, oh, maar dat kan wel. Kijk. Ah. Oh, netjes. Ah. Je blijft ook gewoon heel. Oh, dat is kijk, heel pijn. Dat blijft gewoon heel. Ja, dat is een vet groet. Maar wat ik ga doen... Je moet deze zo dichtbij bekijken. Ik wist dat er wat ging gebeuren. Ik wist alleen niet precies wat. Oké, okay. Ik gooi de eentje omhoog. Ja. Moet jij hem opvangen met je hoofd? Ja. Dan gooi jij de eentje omhoog. Moet ik hem opvangen met mijn hoofd? Wow. Oké? Okay? Wow. Ja, we mag zelf weten. Oké? Okay? Nee. Jij vangt hem eerst op, hè? Ja. Komt-ie, hè? Ja. Ja, die met je hoofd! Oh, die kwam op de parasol. Ah, ik doe hem iets lager. Hey! En zo. Oké, okay, nu ik. En zo. Yes! Hey! Oké, okay, komt-ie. KP! Oh, nee, komt-ie niet. Komt-ie. Oké, okay, nog een keer. Komt-ie. Ja. Auw! Auw! Hey, kijk nou! Hier lijkt echt een schrik. Wil je vast het los? Dat gaat gewoon niet kapot! Hoe dan niet kapot? Ja! Hey! Ga er maar in duiken! Duiken! Ja, wacht! Hey! Oh! Stop!
Je moet er eentje pakken en dan heel hard knijpen. Nu al mees! Oh. Al mees! Oh, een laatste shirt. Check. Oh, mees, kom maar. Dit is veel leuker dan gooien. Alle eentjes zwemmen in de water. Nee, dat zit zand aan. Dat zit zand aan, dan moet je ze niet zien. En nu kan het wel. Dat is ook zo fout. Ik heb hem. Oh. Hij had hem. Oh. Ja. Oh. Wow. Had je weer al? Ja, ik veeg hem weer. Oh mijn god. Kom dit! Komt hij weer op? Nog een keer? Met je mond. Moet je vallen? Of zo. Oké, dames en heren, welkom bij de Circus Show. De Circus Show de Soleil. Moet hij in je buik meer zo? Zet hem op, hè? Beentjes getraind. Ja. 3. Eenmaal! 2-maal! 3-maal! Oh, super. Dit is super. Hou vol. Hou vol. Wat doe je? Je moet wel volhouden. Gewoon al hoe jij helemaal strak staat. Hou vol? Ja, ik doe mijn best. Komt-ie, ja? Komt-ie, dames en heren. Oké, hou vol. Hou vol. En dan? Iets meer naar mijn voeten toe. Ja? Ik wil dat zonder handen kunnen. Ja, nu ik jij onder. 2. Okay. Handen op je rug? Dat kan wel, hè? Handen op mijn rug. Ik doe wel meteen al mijn rug. Meteen handen op je rug? Dan moet jij mij wel tegenhouden bij mijn schouders, hè, ja. Als het misgaat. Ja. Oké, 3, 2, 1. Gaat toch prima? Doe maar eerst met je handen, laat ik daar los. Ja? Handen op je rug? Ja! Ja! Je vloog! Ja! Is het een vliegtuig? Is het een vogel? Het is mega Mandy! Ik ga je lanceren, ja? Nee! Nee! Nee!
Oké, het is genoeg. Ik heb het koud. Ik ga eruit. Nou, maar doe wat ik ga doen. Maar dan kan ik mijn loon dan. Nou, dat dus. We hebben lekker eten. Salade. Pasta carbonara. En dan hebben we pasta nog een keer. Kapsalon. Ik heb een lekkere Turks pizza. En jij ook. Mm-hmm. Oh, dit is wel echt heerlijk hoor. En voor de mensen die zich afvragen waar Lars is, die had een afspraak. Dus die is later weer thuis. Maar dit is nice. Eet smakelijk. Er gaat wat leuks gebeuren, dames en heren. Ik ga namelijk nog eventjes op pad. Ik neem mijn motor mee. Ja, ja. De kleine minibike Yamaha motor. 50 cc. 50 km per uur topsnelheid. Helemaal nice. De motor past precies in mijn auto. En hij matcht ook nog eens echt perfect qua kleur. Helemaal nice. Nou, ik ben er hoor. Lekker vredig hier zo. Ik hoor de vogeltjes fluiten. Niemand bij me in de buurt. Ik zal even de auto laten zien. Want hij shined echt als een malle. En ik heb hem eventjes naar de wasstraat gebracht. En ik ben nog steeds zo ongelooflijk blij met deze auto. Maar dat kan ook niet anders. Wat een beest is dit. Holy moly. Dit is weer even zo'n besefmomentje wat ik heb, mensen. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Echt ongelooflijk. Hoor dit ook gewoon standaard al pruttelen dan. Heerlijk. Daar is hij dan. Hey. Ja. Lang niet gezien. Inderdaad, lang niet gezien. Hij is nog steeds mooi, hè? Ja, ik zit te kijken zo van holy shit, je hebt nog steeds deze kleur. Ik ben nog steeds zo blij mee, jongen. Ja, sick man. Echt nice. Hey. Hey. Die kennen we. Nice, waar moeten we zijn? Hier? Of? Nee, het is even hier het spoor over en daar parkeren we de auto. Oké, cool. Ik volg jou, ja? Yes. Oké, we gaan iets leuks doen, mensen. We gaan echt iets heel erg leuks doen. Dit ideetje is van Boas. En ik vond het een leuk ideetje. Start dat ding van jou eens. Ik ben benieuwd. Ik hoop dat hij nu in één keer start. Oh, wacht. Mag ik die van jou starten? Mag je die van mij starten? Ja, is goed. Want die van jou is zeker heel lastig of zo. Nee, die van mij is echt gewoon twee keer kick aan. Ja? Ja. Ik ben benieuwd. Moet je wel even checken of alles open staat aan de zijkant. Alles open? Ja, want je hebt zeg maar een benzinekraantje en dit. Nu zou die goed moeten zijn. Oké, okay, dit is toch de choke deze? Ja. Oh, dit is wel echt cool hoor, zo'n net een motorzaag. Moet ik nog gas bijgeven of zo? Ja, soms kan het helpen, maar... Vliegt die zo weg? Ja, dat heb ik dus wel eens gehad. Dit duurt lang, of niet? Nee, normaal doet hij het wel. Staat de sleutel wel aan? Gast, ik dacht dat je dat al had omgedraaid. Nee. Hey! Hij maakt wel veel lawaai. Dit. Ja, hè? Ja. Nou, doe eens een rondje. Je moet even twee keer helpen met je voeten. Twee keer trappen. Oh, wacht, kom eens. Hij gaat er weer vooruit, ja. Ja, maar die choke die staat nog nu op beginstand. En dan moet je hem weer naar beneden zetten. Oh. Dus doe nog eens aan nu. Eén keer, ja. Oh, ja. Oké, nu rijden. Beter. Ja, beter. Ja, dit gaat wel hard hoor, deze. Ja? Ja, ik ben nu ook benieuwd naar die van jou eigenlijk. Ja, die van mij is eigenlijk heel erg lief en netjes. Vooral vergeleken met deze, want deze maakt echt een herrie. Ja, dit is echt een beetje een crossmotortje. Die van mij is gewoon ja, lief, schattig en nog helemaal nieuw. Ja. En deze heb je al een beetje kapot gemaakt. Ja, ik heb echt al sprongen dat ik gewoon tegen zo'n berg opreed en dan een meter lucht in vloog en zo. Nou, ik ben benieuwd hoe het gaat. Even jouw banden checken. Ah, ze ongeveer hetzelfde. Ja, ze moeten redelijk zacht zijn. Nou, probeer jij deze maar te starten. Bij mij is het eigenlijk heel anders. Het benzinekraantje, die hier zo zit, die moet je gewoon naar beneden doen. Mm-hmm. Of omhoog, dat is het, naar beneden. En dan staat de benzinekraan open. En dan doe je hem hier op run. En dan doe je gewoon zo en dan start hij. En moet je nog gas geven of zo? Of? Nee, eigenlijk niet. En hij staat nu op run. En als hij helemaal aanstaat, doe je hem op start. Dan kan je wegrijden. Oké. Okay. Ja, super simpel. Ben benieuwd. Dus gewoon. Ja? Je hoeft geen gas te geven. Top dit altijd, hè? Ja. Dit zijn motortjes. Ja.
kijk. Oh, wat deed je? Ik had hem op run, maar hij moest op start. Dus toen deed ik hem op start, trapte ik eentje en deed hij het. Knijt er nog. Oh, jou is echt lief. Ja, hij is heel lief. Maar kijk dat kleine uitje. Ja, dat is ook echt wel een verschil. Ga je gang, Boas. Ik ben benieuwd. De achterrem is niet zo goed als die van jou. Goed dat je dat even van tevoren zegt. Wow, dit is zo beschreven. Ja, mijn geluid is veel zachter dan die van Boas. Die van Boas is echt agressief, joh. Het lijkt er wel op alsof die van mij sneller optrekt. Maar misschien komt dat omdat die van Boas nog wat warmer moet worden. Maar hij heeft wel een vet uitlaatje eronder zitten eigenlijk. Maar ja, je ziet het dat. Dit is echt crossmotorachtig. En die van mij is meer, hoe moet je dat zeggen? Ik weet niet, meer motortje of zo. Jij hebt echt een comfortmotor. Ook als je gas geeft, je merkt gewoon dat alles goed uitgedacht is. Ja, helemaal geleidelijk. Van mij is echt. Nee! Nou, we gaan even met z'n tweeën lekker crossen. Later! Holy shit! Oh my god, gaat het? Ja. Holy shit! Hier begint het volwassenenpad. No way! Gast, dit ziet er moeilijk uit. Ja, we gaan helemaal hier door het bos heen. En jij hebt een zonnebril op, dus het wordt al wat donkerder. Dit is leuk voor jou. Oké. Ga maar voorop. Ja, we wisselen wel af en toe halverwege. Ja, is goed. Kom. Hier kan mijn motor niet overheen. Het zijn hier totaal twee boomstammen hier, dus het komt goed. Ja, hier kan mijn motor niet overheen. Die van jou is veel hoger. Ja, ik spring gewoon van volle vaart. Ja, wat? Oké, let's go. Wow, wow. Wat de? Dit is niet het pad. Oh shit. Als je hier goed kijkt, ja? Dan kan je wolven zien. No way. Wolfhok. Is dit wolfhok? No way. Echt? Oh ja, gek daar. Er staat er één. Wat? Zo, twee wolven, gek. Wat doen die wolven hier dan? Ja, dat is dierentuin. Oh, holy shit, prikkeldraad. Wow, ik zat echt bijna met mijn kop. Zat ik in het prikkeldraad. Is dit een dierentuin? Ja, dit is een dierentuin. Van Amersfoort? Ja. Zo, ik zat echt zo dichtbij te kijken. Je prikkeldraad. Wow. Oh, wow, inderdaad. Je ziet daar gewoon wolven lopen. Kijk, komt hier heen. Nee. Geen kat, hè? Nou. Hele grote kat. Ja, wolven zien er zo schattig uit. Maar volgens mij zijn het best wel gemene honden gewoon. Ik ga je pakken. Gewoon een wolf, gek. Wee, yo. Sick. Zijn dit nou mensen of zijn dit honden? Dit zijn apen. Apen? Dit zijn apen. Hoor dit, mensen. Holy shit, alsof ze gaan ontsnappen. Ja, zie je hier zo? Ja, zie je zo'n hele zwerm aan apen over de straat hier? Holy shit, ouwe. Dit is echt sick, dit geluid. Ja, of ze krijgen nu te eten of zo, ik heb geen idee. Maar het klinkt ook een beetje als honden of zo. Ja, het is echt lijp. Hoppakee! Hey, maar ik moet zeggen, we zijn wel precies even snel, hè? Ja, dit is nice. Zijn we weer, mensen, bij de auto.
Dat was echt lachen, dames en heren. Enorm genoten. Heel erg bedankt allemaal voor het kijken. Vergeet niet even dat blauwe duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En ik check jullie heel graag morgen bij een gloednieuwe vlog om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace! Knol power!